Brrr. Het is het toch echt slecht weer vandaag, hè? Oh. Slecht weer vandaag, het paard van Sinterklaas denkt dat ik hem roep. Oh, amai, is het al zo laat? Oh. En ja, Sinterklaas slaapt al, alle andere pieten slapen al. Maar ik ben nog niet moe. Weet je wat? Ik ga jullie een verhaal vertellen dat Sinterklaas en ik vorig jaar hebben meegemaakt. Koud, koud, koud. Lekker warm bij de open haard. Zo. Ik ga jullie dus iets vertellen uit mijn dagboek. Kijk eens hoe een mooi Zwarte Pieten dagboek ik heb. Mooi, hè? Gekregen van Sinterklaas. En alhoewel eigenlijk een dagboek heel persoonlijk is, mogen jullie iets van mij weten. Het gaat eigenlijk over vorig jaar. Dan hebben Sinterklaas en ik het heel erg meegemaakt. Het begon allemaal vorig jaar in Dorpegem. Dat is een kleine gemeente in België. En in Dorpegem was er een zwerver. Je weet wel, dat is een persoon die heel arm is en die geen slaapplaats heeft, die hebben geen huis. Maar die zwerver die vond wel altijd ergens een slaapplekje. En op een dag vond die zwerver een koffer. Zo'n mens wakker maken. Oh. Het wordt winter, hè. Echt koud op worden. Het ligt riesig. Een valies. Toneelvereniging De Plezante Bende uit Antwerpen. Dat is hier zeker uit de lotto gevallen of zo. Ik ga even kijken wat dat daar allemaal in zit. Hè. Oh la la. Maar dit is een volledig kostuum van Sinterklaas. Ik heb een idee. Nu nog juist de staf vinden. Ja, lieve vrienden. Niet te geloven, hè. En zo dus ging de zwerver verder op stap, op zoek naar een staf. En al gauw vond hij genoeg materiaal waarmee hij een staf kon maken. En die hij ook makkelijk kon opbergen in zijn koffer. En de volgende dagen erna trok de zwerver al gauw zijn valse Sinterklaaskleren aan om zo de kinderen in de gemeente Dorpegem te gaan bang maken. Het was echt verschrikkelijk. Al gauw kwam het ten oren van de burgemeester van Dorpegem dat er in zijn dorp een valse Sinterklaas rondliep. Tot op de dag dat de burgemeester zelf de zwerver tegemoet kwam. Hé, maar jij bent Carlos de Zwerver?
Wat heeft dat te betekenen? Wil je dit onmiddellijk gaan uitdoen? Wat? Nep Sinterklaas. Dat kan niet in mijn dorp Dorpegem. Ik doe aan wat ik wil, burgemeester. Volgens de Belgische wet ga en sta ik waar ik wil. Tja, dat is nog waar ook. Oh, ik moet naar het gemeentehuis onmiddellijk. Jij toch. Carlos de Zwerver, wat doe je me toch aan? Nep Sinterklaas spelen in mijn gemeente, Dorpegem. Hoe gaan we dat oplossen toch? We moeten die stoppen. Ik heb het. Ja, de echte Sinterklaas. Die kan hem stoppen. Even kijken, ik moet zijn adres hier nog ergens hebben. Van vorig jaar met de intrede. Waar zit dat hier? Ja. Sinterklaas, Hemelstraat 1 in Spanje. En meteen een brief schrijven. Hoe gaan we dat beginnen? Beste Sinterklaas. Beste Sinterklaas. Zodra de brief van de burgemeester voor Sinterklaas klaar was, ging hij meteen posten. En één dag later kwam hij al toe bij ons op het kasteel in Spanje. Sinterklaas! Sinterklaas! Ja, zwarte Piet. Het is jouw beurt. Ik kom eraan. Ik stond eventjes bij het raam. Ik dacht bij mezelf, het duurt zo lang. Ja, ik wil dan ook winnen, hè, Sinterklaas. Even kijken. Schaakmat, jongen. Maar allee! Maar... Nu ben ik weer verloren. Zwarte Piet, weer verloren. In een spel moet je ook kunnen verliezen. En ooit, ooit op een dag, dan win je een schaakpartij van Sinterklaas. Dat die dag dan maar snel komt door Sinterklaas. Ja. Schaakpartij is nu toch voorbij. Wil jij even vlug het paard wat eten geven, Zwarte Piet? Wel zeker, Sinterklaas. Dank u, Zwarte Piet. Piet, jongen. Roswita! Effecteur! Benga! Ik ben Sita. Ah, facteurus. Mucho posto, Sinterklaas, ja. Grazie, grazie. Ah. Hasta mañana. Hasta mañana. Ah, Conchita. Ja, Zwarte Piet. Ha, zoveel brieven voor Sinterklaas vandaag. Veel, hè? Ja, mooi. Zeg, Conchita, ik ga naar het paard van Sinterklaas. Ga je mee? Nee, Sinterklaas wacht op zijn brieven. Dag. Schoentjes klaar zetten. Sinterklaas, por favor. Ah, Conchita. Je hebt weer hele vele leuke brieven gekregen van al die brave kindjes. Ah, was leuk. Maar ik heb gezien dat er een hele dringende tussen zit. Inderdaad, een hele dringende. Gemeente Dorpegem. Ja. Van de burgemeester. Die moet ik dringend doornemen. Conchita, wil jij ondertussen deze mooie brieven van deze brave kindjes in de leeskamer van het kasteel brengen? Si, Sinterklaas. Oh,
Die moet ik dringend doornemen. Ik ben totaal van de wijs. Mag toch niet? Wat moet ik doen? Conchita! Conchita! Daar ben je. Ja, Sinterklaas, is er iets? Tuurlijk! We zitten met een probleem. Wil je vlug Zwarte Piet halen? Ja. Dank u. Zo slecht weer vandaag, we zijn er. Kom maar, mooi in die stand. Dat was een mooi wandelingetje, het slecht weer vandaag. En een lekkere maaltijd, want je moet in topvorm zijn. Als we terug naar België gaan, dan natuurlijk. Dan met Sinterklaas en met mij op de daken lopen. Dat zal fijn zijn, hè. Zwarte Piet. Oh, ja? Zwarte Piet. Ja, Conchita, wat is er zo dringend? Je moet dringend bij Sinterklaas gaan. Hij moet je dringend spreken. Is het zo erg? Ja. Zal ik het paard wel overnemen? Ja, oké. Okay, ja. Tot zo. Ja. Ja, Sinterklaas, wat is er zo dringend? Zwarte Piet, we zitten met een groot probleem. Een heel groot probleem. Ik heb pas een brief gekregen van de burgemeester uit Dorpingen. Ja, heel slecht nieuws. Hier, lees zelf maar. Beste Sinterklaas, in ons dorp is er een zwerver die een toneel Sinterklaaskostuum aan heeft en er de kinderen van de wijs brengt en hun zelfs bang maakt. Ik kan hem niet stoppen dit te doen, want hij mag volgens de wet verkleed rondlopen in wat hij wil. Maar ik vind dat er iets moet gedaan worden. Er is maar één persoon die hem kan stoppen en dat ben jij, Sinterklaas. Kan je een oplossing zoeken om hem uit mijn dorp weg te halen en hem erop toewijzen dat hij dat niet mag doen? Vriendelijke groeten, de burgemeester van Dorpingen. Erg, Piet. Erg. Wat moet ik nu doen? Ik weet het niet. De radeloos. Geef even mijn staf, Piet. Dank u. Ik ga eventjes buiten nadenken. Niet goed vol. Een valse Sinterklaas. Een valse Sinterklaas. Maar er is maar één echte Sinterklaas. En dat ben ik. Maar we zullen die zwerver een lesje leren. Zwarte Piet, Sinterklaas is zo verdrietig, hè. Kon ik hem maar helpen? Dat allemaal door die valse Sinterklaas in België. Hè. Maar ik heb een idee, dat is het. Sinterklaas. Zwarte Piet? Ik heb een heel goed idee. Ja, vertel. Wel, luister. We nodigen de zwerver uit om hier bij ons naar het kasteel in Spanje te komen. Ja. Hoe gaan we dat doen?
We schrijven de zwerver een brief. We steken ook nog een vliegtuigticket bij in de enveloppe. En dan zal hij er zeker binnen enkele dagen staan, Sinterklaas. Piet, een zwerver, die heeft toch geen adres? Die hebben geen huis. Hoe gaan we die brief aan de zwerver overhandigen? Ja, dat is ook waar, Sinterklaas. Maar we kunnen misschien de brief eerst naar de burgemeester sturen en dan kan de burgemeester de brief aan de zwerver bezorgen. Dat is een goed idee. En we schrijven in de brief bij dat hier veel kinderen zijn. Ja, we gaan dat doen. Dan komt hij zeker en vast, Sinterklaas. Ik ga meteen een brief schrijven naar de burgemeester. Ja, goed. Moet burgemeester dringend een brief schrijven. Ik nodig mijn bril, mijn pen en een blaadje papier. Beste burgemeester. Sinterklaas, wil je graag een beetje koffie? Oh ja, graag. Ja, dank. Alsjeblieft. Ik heb je brief goed ontvangen. Zwarte Piet. Punt. Zo, de brief is klaar. Ziezo. De brieven zijn klaar. De brief voor de valse Sinterklaas. De brief voor de burgemeester. De enveloppe. En het vliegtuigticket. Daar heeft Zwarte Piet voor gezorgd. En dit voegen we samen in één enveloppe. Eventjes Zwarte Piet roepen. Zwarte Piet! Hij zal gaan komen. Ja, Sinterklaas, jij hebt mij geroepen. Ja, natuurlijk, Piet. Zou jij deze brief voor de burgemeester in Dorpeghem willen gaan posten? Jazeker. Zo snel mogelijk. Zeg, Sinterklaas, je bent toch niet de brief voor de zwerver en het vliegtuigticket vergeten? Nee, absoluut niet. Alles zit erbij in. Goed. Ben zo terug. Haast je, Piet. Komt in orde. Wat moest ik nu weer zo dringend doen? Juist! Vlug deze brief posten. Te voet, met de step. Met de step. Oh, wacht eens. Waar moet ik deze brief verbergen zodat ik hem niet kwijtraak? Dat is het! Ziezo. En nu naar het kasteel. Yes! De volgende dag kwam de brief van Sinterklaas al toe bij de burgemeester in Dorpeghem.
De burgemeester las eerst de brief zeer goed door en bracht hem dan zelf bij Carlos. Carlos, die was zo nieuwsgierig wat er in die brief stond. Hij opende hem meteen en daarin stond geschreven dat hij werd verwacht op een heel groot kasteel in het warme Spanje bij een rijke kasteelheer. Ook stond erbij vermeld dat er veel kinderen aanwezig waren in dat kasteel en die hij mocht komen bang maken. Carlos twijfelde geen moment. Hij ging meteen naar zijn slaapplaats. Hij nam zijn koffer, hij nam zijn spullen en begaf zich naar de vlieghaven, waar het privévliegtuig van Sinterklaas klaar stond op hem te wachten. Uiteindelijk toe in Spanje en hij ging meteen op zoek naar het grote kasteel. Por favor. Una grande castillo. Castillo. Grande castillo. Sí, ah, no. Sí. Grande castillo. Y derecha, a las 5 carreros a la derecha, la grande castillo. Comprendré. Derecha, a las 5 carreros a la derecha. A la derecha. Ok. ¿Comprendrá? Gracias. Ah, sí, anda, sí. Ja, lieve vrienden. Carlos de Zwerver, die trok dan zijn valse Sinterklaaskleren aan die hij gevonden had, om zich zo naar het kasteel te begeven. En ik was dat al helemaal vergeten dat hij die dag zou aankomen. Sinterklaasje, dag. Zwarte vuut. Ja. Wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn de was aan het drogen, Sinterklaas. Ja, maar
zou je niet vlug naar de uitkijktoren in het bos willen gaan? De zwerver komt er vandaag aan. Is dat vandaag? Natuurlijk. Oh, dan moet ik meteen gaan, Sinterklaas. Haastje, haastje. Vergeet die verkijker niet. Ja. Ja, Pieter, doe jij maar verder. Verkleed in valse Sinterklaas. Oh. Ja, dan moet ik meteen tegen Sinterklaas gaan vertellen, hè. Carlos, die zwerver uit België, helemaal verkleed in Sinterklaas, hij komt eraan. Rustig, Zwarte Piet. Iedereen is op de hoogte. Zelfs Conchita weet wat haar te doen staat. Wat moeten wij dan doen, Sinterklaas? Rustig blijven en wacht even in je kamer. Oké, Sinterklaas, dank je. Ja, Sinterklaas vroeg me dan om naar mijn kamer te gaan en even wat te gaan rusten. Maar dat kon ik niet, hoor. Ik was veel te zenuwachtig. Zwerver toen binnen was, begeleidde Conchita hem naar de troonkamer van Sinterklaas. Zo had Sinterklaas met Conchita afgesproken. Natuurlijk had de zwerver Carlos nog geen enkel vermoeden dat hij in het kasteel van Sinterklaas was. Want wij allemaal hadden hem naar daar geleid, naar ons kasteel, om hem een lesje te leren. Maar daar wist hij dus helemaal niets van. Toen begon de zwerver zich af te vragen waar de kasteelheer bleef.
u mij maar, Sinterklaas. Zeg, signorita. Si? Waar zijn die kinderen, die kasteelheer? De kasteelheer, die zal zo dadelijk komen. Ja, ja. Kom maar binnen. Gaat u maar zitten, Sinterklaas. En wacht u hier maar heel even. Ja, dank u. Hela, Hela! Hela, maar die sluiten meer precies op zich. Hela! Hallo, hallo! Maar alleen nu... Ja, ze hebben mij hier opgesloten. Hallo! Hé! Hey. Wie bent u? Bent u de kasteelheer? En wie bent u? Ik ben Sinterklaas. Maar jij bent Sinterklaas niet. Je bent een oplichter. Een valse nep Sinterklaas. Dat ben je. Ik ben de enige echte Sinterklaas. Ha, de echte Sinterklaas, zeggen. Maar die bestaat niet. De echte Sinterklaas. Maar jij komt zomaar door die deur. Jij bent de echte Sinterklaas en ik dacht dat jij niet bestond. Ik ben de enige echte Sinterklaas en jij? Jij bent een nep Sinterklaas, een valse Sint. Het spijt me, Sinterklaas. Hoe kan ik het goed maken? Ik heb een idee. Jij moet boeten. En jij gaat een straf krijgen. Jij gaat gedurende 10 dagen op het kasteel in Spanje verblijven. En alle taken uitvoeren die de Pieten doen. Oké, Sinterklaas, ik doe alles wat je wil. Ik zal verder overleggen met de Pieten. Ik ben dadelijk terug. Carlos die wist dus duidelijk niet dat hij zich in het kasteel van Sinterklaas bevond. Want hij dacht zelfs dat Sinterklaas niet bestond. Waardoor de magie van Sinterklaas die door de deur kwam, zonder ze te openen, besefte Carlos dat Sinterklaas wel echt bestaat. God, ben ik zo zenuwachtig. Wat gaan ze toch met mij uithalen? Sint! Wat was je naam ook weer? Carlos. Carlos. Dit is een oud pietenpak. Ontdoe je van dit lelijk Sinterklaaspak. Trek dit aan en Zwarte Piet kom je zo dadelijk halen. Oké, Sint. Sint! Waar is mijn koffer? Die heb je de eerste week niet meer nodig. Oké, Sint. Zwarte Piet. Ja, Sinterklaas. Zou jij bij Carlos willen gaan in de troonkamer? Jazeker, Sinterklaas. Je weet, hij gaat 10 dagen op het kasteel verblijven en alle taken verrichten die de Pieten doen. Juist. Dus we mogen hem leren door de schouw kruipen, pakjes dragen, het snoepgoed leren, liedjes zingen. We gaan hem een goed lesje leren. Zeker en vast, Sinterklaas. Ik ga hem meteen halen. Ga maar. Toen was hij Carlos maar gaan halen en al gauw was het tijd om hem zijn eerste lesje te geven. Namelijk, door de schouwen kruipen. Hé, hey, Piet! Oh. Ja? Ik ben hier boven op de schouw. Wat moet ik nu doen? Want het is hier zo akelig oog. Je moet gewoon naar beneden komen. Helemaal naar beneden door die schouw. Ja? Oké, ik laat me zakken. Oei, oei, Carlos die is goed gevallen. Kom maar. Maar Carlos, wat heb je nu gedaan? Ik ben door de schouw gevallen.
Ja, dat zien we dat je door de schouw bent gevallen. Carlos, Carlos, je moet nog veel leren, hè. Ja. Mam. Mam. In orde gekomen met Carlos? Conchita, met Carlos komt het goed. Hij doet goed zijn best en hij begint zelfs al een beetje zwart te worden van door de schouwen te kruipen. Hè. En ik zie dat je klaar bent om te vertrekken naar België. Ja, Sinterklaas. Ja, Conchita maakt ons verblijf daar net proper. Ik ga dat zeker doen, Sinterklaas. Want binnenkort vertrekken we naar België. Een goede vlucht. Dankjewel, Sinterklaas. Zie jou wel terug. Oké, okay. Carlos. Piet. Ja. Zeg, dat ziet er toch al een beetje beter uit, hè? Ja, hè? Maar een ander vraagje. Heb jij ooit al eens veel cadeautjes gedragen? Cadeautjes? Ja, je weet wel, pakjes voor de kindjes. Nee. Dan gaan we je dat dringend moeten leren. Pakjes, Piet! Maar Piet, toch. Oh. Moet ik dat allemaal dragen? Jij gaat dat allemaal moeten dragen. Jammer. Doe me gewoon na. Je loopt over één rechte lijn met al de pakjes. Ja. Zo stabiel mogelijk. Dat ai. Carlos, dat lukt niet. Kom aan, opnieuw. Sinterklaas, we hebben net, Carlos, geleerd hoe hij moet pakjes dragen. Maar dat is goed en lukt het. Tuurlijk, Sint. Eindelijk is het gelukt, Sinterklaas. Het zal ooit nog een goede Piet worden. Ja, laat ons hopen, want het is bijna 6 december. Mm-hmm. Zeg, Piet, wil jij deze pakjes ook in de kar laden? Ik ga ondertussen nog een beetje lezen. Ja, is goed, Sinterklaas. Dag, Sint. Wij gaan even rusten. Doe jij dat ook maar, Carlos, want straks gaan we je al het snoep goed leren. Snoep! Maar niet voor jou, voor de kinderen. Ja, vrienden. Maar van al dat lesgeven aan Carlos was ik enorm moe geworden. Dus ik viel in slaap en ik had een hele mooie droom.
nu naartoe? Heb hem gezien. Zwarte Piet! Oh, Sinterklaas! Wat heeft dat te betekenen? Jij was mijn hand aan het kussen. Was ik jouw hand aan het kussen? Was je aan het dromen? Ik was aan het dromen, Sinterklaas. Wat zit jij hier op de grond te slapen? Ga binnen rusten. Oké. Niet op een koude grond te zitten. Dank je, Sinterklaas. En nadat ik dan mijn klein dutje had afgemaakt, was ik eigenlijk zeer benieuwd naar welke Sinterklaasliedjes Carlos allemaal al kende. Maar wil je het nu geloven of niet? Carlos, die kende helemaal geen Sinterklaasliedjes. Dat vond ik wel zeer teleurstellend. Maar daar wou ik gauw verandering in brengen. En al gauw leerden we Carlos een heel mooi Sinterklaasliedje. Sinterklaasliedjes. Piet, ik ken geen Sinterklaasliedjes. Jij kent geen Sinterklaasliedjes? Geen enkele. Oh, Piet. Daar moeten we dringend verandering in brengen, hè. Eens even denken. Kom maar eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste Sint. Nu jullie! Kom maar eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste Sint. Een pop met vlechtjes in het haar, een snoezig jurkje kant en klaar. Twee kaatsballen in een net, een letter van banket. Kom maar eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste Sint. Perfecto! Kom maar eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste Sint. Een brontel met een zweep erbij, een doos met blokken ook voor mij. En schaatsen en een nieuwe bed, een letter van banket. Kom maar eens kijken, wat ik in mijn schoentje vind. Alles gekregen van die beste Sint. Kom maar eens kijken. Kom maar eens kijken. Carlos werd al snel een goede vriend van alle Pieten. En hij had mij ook al een paar keer gezegd en laten weten dat hij graag een echte Zwarte Piet zou worden en bij ons horen. En dit had ik dan ook aan Sinterklaas gaan vertellen. Aandacht, alstublieft. Wil je tot bij mij komen? Sinterklaas had die dag
een hele belangrijke mededeling voor iedereen, waarvan ik alleen wist wat dat was. Zwarte Pieten, het is vandaag een speciale dag. De andere Pieten zitten nog in de speelgoedfabriek, in de snoepfabriek, maar het is vandaag een speciale dag voor Carlos. Carlos, wil je even tot bij mij komen? Carlos, je hebt 10 dagen op het kasteel verbleven en 10 dagen taken uitgevoerd. Ja, dat de Pieten uitvoeren. En je bent zelfs een dikke vriend geworden van de Zwarte Pieten. En je hebt berouw getoond en zelfs een kindervriend geworden. En we gaan jou nu kronen tot officiële Zwarte Piet. Wil jij de bel even wegzetten? Ja, zal ik doen, Sinterklaas. Wil je even meekomen, Carlos? Dank u wel, Sinterklaas, dat ik voor altijd Zwarte Piet mag zijn. U mag voor altijd op ons kasteel blijven. Leve de nieuwe Zwarte Piet! Hey! We hebben nog veel werk te doen. Gaan jullie maar verder werken. Oké. Carlos, ik ben trots op jou. Ja, Sint, maar ik heb toch berouw voor wat ik allemaal gedaan heb. En het spijt me nogmaals. En nogmaals dank dat ik Zwarte Piet mag zijn. Gaat u maar. Nou. Carlos, ben jij daar? It's me, Carlos. je bent een echte Zwarte Piet nu. Totaal echte Zwarte Piet. Amai, en zo mooi. Je lijkt wel een beetje op mij nu, bijna hetzelfde pak. Ja. Oh, dat is zo mooi. En dat allemaal door de bekroning van Sinterklaas. Ja, maar toch heb ik spijt van wat ik gedaan heb, Piet. Ah, Carlos, dat is je allemaal vergeven en vergeten. Elke mens maakt wel eens een fout, maar nu behoor je bij ons, bij alle Zwarte Pieten. Ja. Oh, yes. Zeg, wat ga je doen? Ik ga even de Pieten helpen. Je gaat de Piet helpen? Je zit alles klaar te maken. Super van jou. Okay. Ik ga mijn koffers maken. Tot straks, tot zo. Carlos werd dus officieel een goede, beste Zwarte Piet. Dankzij alweer maar eens de magische spreuken en krachten van Sinterklaas. Wij Pieten waren allemaal zeer blij, maar toen was de tijd voor Sinterklaas en alle andere Pieten om onze koffers te maken en met de stoomboot richting België te vertrekken. Dank u, Zwarte Piet. Oh, Sinterklaas. Alweer een jaar voorbij hier in ons mooie kasteel in Spanje. Mm-hmm. Ik zal het hier wel missen, hoor. Het is maar voor eventjes, oké? Ja. Maar als ik er dan aan denk dat we bij die lieve kinderen mogen in België pakjes uitdelen en terug door de schouwen kruipen. Oh. Tuurlijk. Maar ik zal wel mijn vrienden hier missen. Het is maar voor een tijdje. It's my friend.
Kan ik de deur dicht drukken? Zeker. Zwarte Pieter, zeg, zijn jullie klaar om de reis naar België te maken? Ja! Zijn de pakjes, speelgoed en de chocolade, marsepein, speculaas, is het alles ingeladen? Ja! Dan gaan we naar België, hè? Dan gaan we naar België! Slecht weer vandaag. Hoe gaat het? Je ziet er weer zo mooi uit, hè? Wacht even. Ja. Slecht weer vandaag. De stoomboot staat klaar. De pakjes zijn ingeladen. Ben jij ook klaar om te vertrekken naar België? Kom, we zijn er mee weg. De Pieten wachten. Zo kwam alles toch nog tot een goed einde. Nu ben ik ook moe. Ik ga ook maar eens slapen. Want het is ondertussen toch al laat geworden. Ziezo. Dit was nu mijn verhaal uit mijn dagboek. Vonden jullie het mooi? Ja? Goed. Ik ga nu slapen. Dag.